Ben, j'ai été dans des magasins optiques, chez des opticiens. Et alors, ils m'en donnaient par 200, 300, même une fois j'en ai eu 400 chez une seule personne pour demander qu'elles ramènent leurs vieilles lunettes. Et il y en a beaucoup qui m'en ont amené. Et voilà, je suis arrivée à 1944. Puis mon papa m'a beaucoup aidée pour les classer. On a fait des paquets de 25 et puis toutes les lunettes cassées. Et voilà. Wat waren een van de mooiste momenten aan uw deelname aan Miss België? We hebben een heel toffe dag meegemaakt waar we een fotoshoot hielden op het strand en een jetski toe. Maar ik denk dat het mooiste moment nog gaat komen, dat zal waarschijnlijk onze reis naar Turkije zijn die in september gaat plaatsvinden. Pourquoi vous participez à Miss Belgique? Je participe à Miss Belgique parce que je trouve que c'est vraiment une belle expérience. On rencontre plein de gens et voilà, c'est une belle aventure à vivre. Comment doe je mee à Miss België? Het is eigenlijk mijn zusje dat mij heeft ingeschreven. Dat is dus een verrassing voor mij en eigenlijk heb ik het echt heel graag. Ik wist in totaal niet wat te verwachten in het begin, maar ik vind het echt leuk. Ik participe à Miss Belgique parce que c'est une expérience hors du commun et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. J'ai des convictions, j'ai certaines convictions. Et pour moi, je pense que Miss Belgique reste un point d'attache qui permet que la Belgique pouvoir rester. Je pense que c'est très important qu'on garde ce point. Mijn sterkste punten. Mijn glimlach. Ik ben iemand die heel spontaan is en ik heb het gemakkelijk om met anderen om te gaan en zo. Dus voilà. Volgende week vertrek je naar Brazilië voor Miss Universe. En al zenuwen? Zenuwachtig ben ik niet, maar ik ben natuurlijk wel benieuwd om te zien hoe het daaraan toe gaat. En ik ben uiteindelijk toch 3 à 4 weken, een heel eindje. De laatste week komt Aline wel achter, dus ik zal zeer blij zijn als ik iemand zie die ik ken. Maar ik hoop dat het wel meevalt, dat het toffe medekandidaten zijn en ik ga er gewoon het beste proberen van te maken. Hoe ga jij daarop voorbereiden? Hoe gaan we daarop voorbereiden? Goh, eigenlijk heel veel speciaals doen we niet. Natuurlijk hebben we een nationaal kostuum en een avondtrip gemaakt voor tijdens de show. Maar voor de rest ga ik daar gewoon naartoe gaan zoals ik altijd doe. Gewoon mezelf zijn, praten, alles spontaan beantwoorden. Ik denk dat dat het beste is. À Miss Belgique pour me donner, pour me lancer un nouveau défi parce que j'ai déjà participé à beaucoup de concours auparavant mais jamais des concours de top modèle et puis je trouve que c'est une très belle expérience humaine, on rencontre beaucoup de personnes, on fait des très belles activités.